Dit filmpje toont hoe een dakvlakvenster luchtdicht ingebouwd kan worden in een hellend dak bij nieuwbouw. In het geval van nieuwbouw is het best om een luchtdichte kraag aan te brengen aan de buitenzijde van het dakvlakraam alvorens het in het dak te plaatsen. Dan kan men in een latere fase eenvoudig het luchtscherm van het dak aansluiten op de kraag. De luchtdichte kraag kan geprefabriceerd zijn of op de werf gemaakt. Als het ter plaatse vervaardigd wordt, is het belangrijk om aandacht te schenken aan de hoeken. Dat zijn immers de kritische plaatsen voor de luchtdichtheid. Om de continuïteit van de luchtdichting te garanderen ter plaatse van de hoeken, moet aandacht besteed worden aan volgende punten. Begin de band waarmee het kraagstuk gevormd wordt, nooit in de hoek. Er is immers steeds een voldoende overlap nodig, wat moeilijk gerealiseerd kan worden ter plaatse van de hoek. breng een toefje lijm aan in alle 3D hoeken alvorens tape te plaatsen. Door de combinatie van lijm en tape kunnen ook de hoeken duurzaam luchtdicht gemaakt worden. Als er bij controle van de luchtdichtheid door middel van een pressuratietest luchtlekken gevonden worden ter plaatse van een dakvlakvenster, is het meestal in de hoeken.